Beleggen blondjes nou echt beter? Het klinkt als een impertinente vraag. Maar ik heb een reden om het te stellen. En het antwoord zit bij mij in de bank. En ze heet Janneke Willemsen. Welkom bij 7D TV. Janneke, hartelijk welkom. Ja, voordat ik gecanceld word met foute opmerkingen. Maar jouw boek heet Blondjes beleggen beter, toch? Ja, en mijn website ook. Ja, al ja. ja, En heb je nooit nagedacht om die te veranderen zeg maar, in, de te, in de huidige tijd? Ja, het is wel grappig dat je erom vraagt. Want ja. de recent dag, begon ik daar opeens over te denken: van oh ja, oh ja, kan dat nog wel eigenlijk? Ja. Maar ja, weet je, uh, ik heb het als geuzennaam geadopteerd, blondje. En ja, mensen moeten toch maar begrijpen dat dat een knipoog is. Ja, want dat doe jij wel vaker hè, met een knipoog dingen doen, toch? Ja, zeker. Want even, kijk, ik ga niet meer een heel gesprek met jou doen over beleggingstips. Want dan heb ik zoiets, dan moeten mensen met Janneke Willems googelen en dan vinden ze al aan dingen. Maar jij bent natuurlijk ook een soort van en collega van mij, in het Maar je bent ook ondernemer. Je doet alle dingen zelf en je moet je eigen centen verdienen. En dus daar ben ik heel benieuwd naar hoe het met je gaat, want we hebben elkaar best wel lang al niet gesproken. Dus ik had zoiets van: we kletsen bij met de camera's aan. Dat is een beetje het idee. Toch even beginnen met beleggen. Heb je een kutje gehad qua beleggen? Ja, maar jij zit nu te lachen van, oh, wat gemeen, maar zo gemeen is het niet. 2022 was echt wel een heel slecht jaar voor ja. mij qua rendement. Ja. Uh, bijna 20% verlies ja. op mijn uh, beter portefeuille. Ik beleg dan ook hè, met echt geld, dus het is ook echt geld wat dan uh, verdampt is. Ja, het is, daar, iemand die zei ooit crustedeld tegen mij, het is niet dat je minder hebt, maar wat je hebt is minder waard. Ja. Toch? Ja, dat is zo. Ja. ja. Dus dan is het toch gewoon. Stilzitten? Als ik het nu zou verkopen, dan is het minder waard ja. dan bijvoorbeeld aan het eind van 2021. Ja. 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 Oké, okay. maar dan moet je dus niet verkopen. Nee, en dat doe ik ook niet, want ik beleg echt voor de lange termijn. Uh, maar ben je succesvol als belegger? Benchmark jij je naar, naar uh, je grote voorbeelden? Ja, nou dat is wel grappig. Ik heb. Uh, uh, sinds kort maak ik gebruik van de portfolio dividend trekker. Uh, en en dat, uh, dat, die heb ik gekregen. En daar heb ik een gratis account van gekregen. En wat heel leuk is, zoals zij die gebouwd hebben. Uh, kan je dus vergelijken met de AIX, inclusief herbelegd dividend... en inclusief, dus als ik bij zou storten... dan zou er ook in de AIX bijgestort worden. Dus dat is he heel eerlijk, een hele eerlijke vergelijking. En als je dan, dat, ik vind dat heerlijk... om een beetje zo op die knopjes te drukken en dan uit te zoomen... als je dan kijkt vanaf het begin van 2013... toen ik met 20.000 euro ben begonnen... Ja. en ik heb daar in die portefeuille nooit bijgestort... Ja, dan zie je die lijntjes echt heel leuk zo uit elkaar lopen. Uh, dan doe, en doe het ik goed. het dus echt wel veel beter. Uh, tot nu toe, hè, over die lange periode bekeken, dan de AEX. Maar ja, het afgelopen jaar niet. En op dit moment ook even niet. Hoe heet onze oude belegger nou? De Warren Buffett. Is dat een ja, voorbeeld Warren voor Buffett. jou? Um, ja, nou ja, weet je, Warren Buffett die heeft hele leuke uitspraken. En hij is natuurlijk echt succesvol belegger. Ja. En een voorbeeld van iemand die vo echt voor de hele lange termijn belegt. En uh, heel goed zijn onderzoek doet en zich nooit gek laat maken. Mm. Dus, en, en hij heeft zoveel one-liners waar je als belegger echt wat aan hebt. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, dat je uh, als het bloed door de straten loopt, dan moet je juist gaan kopen. Ik weet niet of die van hem is, mm. maar dan heeft hij hem in een andere quote wel De beste uh, belekker is een dode belekker? Ja. Dat is volgens mij ook van hem. Nou, dat is er niet een, maar dat is uit een onderzoek. Uh, uh, meerdere onderzoeken, nou ja. Daar heb je het al eerder al een keer over gehad. Maar het blijkt inderdaad, als je niks doet. Als je niks doet, dat is eigenlijk een hele goede raadgever voor het beleggen. Alhoewel het ja. dan wel, daar moeten we het dan wel even over hebben. Je, we leven natuurlijk nu ook in een wereld 2023, waarbij uh, social wordt overspoeld door jonge gasten. Uh, die zijn een stuk ongeduldiger dan jij. Uh, en die hanteren echt andere terminologieën... en die hebben het niet over dat je zeg maar, moet gaan beleggen... dat je eigenlijk niks moet doen... en moet wachten totdat je een keer 60 of 70 ja. bent... en dan heb je ooit een keer heel veel geld. Ofzo. Die zitten volledig anders in de wedstrijd. Hè? Ja. Wat vind jij daarvan? Nou, wat ik daarvan vind is... Uh, daardoor het beeld wordt een beetje vertekend dan... Hè? als jij nog helemaal nieuw bent in de wereld van beleggen... en je ziet alleen maar mensen die uit zijn op snelle winst... Ja. of dat ook misschien gehaald hebben... want ja. controleren kan je het vaak niet... Ja. Uh, dan denk je dat dat beleggen is. Maar dat is het natuurlijk niet. Maar iedereen heeft in zich iets van ik wil snel scoren. Als ik dan ga beleggen, ja, waarom ga je dat doen? Ik wil gewoon meer geld. Ja. Dus dan wil je ook snel meer geld. Ja. Maar daaraan vast zit natuurlijk dat je dan altijd veel risico gaat nemen. En uh, om dat een beetje te bedwingen, uh, zeg ik eigenlijk altijd van uh, je kan het beste niet denken van moet ik nou snel geld gaan verdienen en veel risico nemen of langzaam geld verdienen voor de lange termijn en wat minder risico nemen maar waarom doe je het niet gewoon allebei hmm. He, dus het grootste gedeelte van je geld zeg maar een beetje op uh, een rustige uh, goed gespreide manier en ja dat kleine stemmetje in je wat eigenlijk zegt van ja maar je moet nu dat uh, nou ja bijvoorbeeld GameStop of zo of een ander meme aandeel kopen yeah. uh, gewoon lekker doen maar met een klein beetje van je geld en je realiseren want dat is een gok. Ja. Dat is een gok. High risk en high win of ja, ja. precies. Maar het betekent wel dat je eigenlijk pas kan gaan beleggen als je überhaupt geld ervoor hebt hè? Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die die kunnen amper rondkomen en dan is beleggen überhaupt geen optie toch? Uh, als je amper rondkomt dan niet. Nee. Uh, je moet wel eerst uh, gewoon je dagelijkse uitgaven uh, kunnen betalen en toch echt wel een potje achter de hand voor uh, als je hond naar de dierenarts moet, mm. uh, want dat kan ook echt wel heel veel nee. geld kosten. Ja. Uh, en dat zou toch jammer zijn als je dan je geld in belegging hebt zitten. En uh, stel die hond wordt ziek of de wasmachine gaat stuk, dat je dan je beleggingen moet verkopen. Op een net akut moment. Net op een moment dat de koersen fors gedaald zijn. Ja. Dus dat wil je niet. Dus dat moet je eerst op orde hebben. Maar daarna kun je best het net zo aanpakken als bijvoorbeeld met sparen en met een relatief laag bedrag, mm -hmm. ik zeg maar uh, bijvoorbeeld al uh, vanaf 50 euro per maand gaan ja. beleggen. Ja, zeker ja. als het voor de lange termijn is, natuurlijk. Ja. 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 Ik kom weer op een omslagpunt dat sparen bijna weer een interessante belegging wordt. Ik zit bij, bij Bunkal op uh, meer dan 2 procent. Nou! 2,01. Ja, ja! Hoef ik niks over te doen. 100 procent safe. Ja. Tot een ton. Maar uh, nou ja, weet je, sparen, dat doe je natuurlijk voor een ander doel ook, omdat je dat geld vaak snel beschikbaar is. Ja. Uh, als dat naar 4 of 5 gaat? Ja, maar op de Gaat lange termijn, als ja, je dat ja, ja. vergelijkt. De rente op een spaarrekening, vergeleken met het, dus over een hele lange periode ja, vergeleken met het rendement wat je op beleggingen kunt ja. behalen, dan wint eigenlijk beleggen het altijd van sparen. Ja. Want wat voor rendement draai jij gemiddeld, of is dat lastig te zeggen? Op zo'n lange termijn beleggen wat jij doet? Uh, ja, ik doe lange termijn beleggen, maar uh, rendementen per jaar hou ik ze vaak bij. Ja. Hè? Dus dat, dan heb ik echt hele grote uitschieters van vorig jaar, dus uh, bijna min 20 procent. Maar ik heb ook wel eens plus 42 procent gehad ja, in een ja, jaar. Ja. En over al die jaren ja. zit ik ongeveer op 15 procent per jaar. Maar dat is dan wel teruggerekend, hè? gemiddeld. Ja. Okay. ja. Maar dat is best hoog. Ja, dat is niet normaal hoor. Maar dan doe jij veel handwerk. Of heb jij ook alles in, uh, hoe noem je dat? Uh, ETF's of indexdingetjes. Of doe jij ook echt. Handmatig beleg jij echt handmatig zelf, Nou, die rendementen waar ik het over heb, ja. dat is echt die blondjes beleggen beter. Dus dat is waarin ik in individuele, dus losse aandelen, dat doe je echt actief zelf. Dat jij doe beslist verkoop, aankopen, wanneer, en ja, hoe. maar ik ben ah. er niet heel actief meer in, moet nee? ik zeggen, nee, maar dat is goed, toch? Juist ook, ja, zeker. Maar ik vind het ook veel uh, steeds heel lastig om nu bijvoorbeeld, ik heb eind vorig jaar wat ver, verkocht, nou dan heb ik dus contant geld. Dat wil ik eigenlijk weer opnieuw beleggen. Ja, dan kom ik gewoon tegen wat elke belegger tegenkomt. Ja, maar nu zijn de koersen zo uh, gedaald en het uh, is allemaal zo negatief. En uh, oh ja, maar nu zijn ze juist weer opgelopen. En dan denk je, ja, ik kan beter verwachten tot het gedaald is. En dan dus krijg je weer die een stress van die wanneer zit. stap je in. Ja. Ja. Precies. Ja, ja, ja. Dus, maar, dus dat is met hè, die, die portefeuille zijn vooral losse aandelen van aparte ja. bedrijven, die ik dan inderdaad wel uh, onderzoek en uitkies. En koop als ik eindelijk die beslissing weer weerneem. Ja. Uh, maar daarnaast heb ik ook een portefeuille waarin ik alleen maar in ETF's beleg. Okay. En uh, die publiceer ik alleen voor mensen die mijn cursus uh, volgen. Ja, maar laten we daar zo hebben. Ja. Want jij bent wel, jij bent wel goed bezig, vind ik. Want één, uh, even kijken podiumdingen. Uh, daar ben ik dat doe je nog steeds. Ja, doe ik ook en, nog steeds. En of podium en televisie doe je natuurlijk ook, toch? Ja, televisie voor RTL Z. Wat veel leuker, zeg maar, uh, zeg maar, op televisie dingen doen, op radio dingen doen. Vrijdagmiddag hoor ik je nog wel ja, eens. Ik, ik vind alles op. leuk. Ja, ja. Maar, maar ja. je moet je mag uh, uh, of je moet dagvoorzitteren en de rest mag je niet meer krijgt net zoveel verdiend en krijgen we alle drie op een hoop. Of je moet uh, uh, maandelijks twee keer bij BNR op de radio, uh, okay. of je moet bij RTLZ op televisie moet je te kiezen. Eén van de drie mag. Oh, oh, dat is oh, wat erg is dat uh, uh, dan toch uh, bij RTLZ op televisie? Ja, ja, want ja. Ja, het is uh, uh, de kick van live gaan en van ook samenwerken met een team, maar het allemaal op het juiste moment. Uh, de juiste vragen mogen stellen uh, in een studio, wat tegelijkertijd dus ook een hele veilige omgeving is. Mm -hmm. Dat vind ik ook wel prettig. Mm -hmm. um, en als er dan een keer wat fout gaat, dan vind ik dat ook weer hilarisch. Mm -hmm. uh, ja. Nee, ja, dat vind ik toch, 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 de, toch het toch leukste. Ja. Ja. Verdien je daar ook veel geld aan? Sommige mensen denken dat. Als nee, je op televisie nee. komt en je, je nee. wordt een beetje bekend, dan verdien je heel veel geld. Nee. Nee, nee. Ben je commercieel slim? Uh, commercieel slim. Want op een gegeven moment kun je toch heel veel geld vragen als jij belangrijk wordt voor zo'n programma. Ja, nou daar niet bij hoor, want dat is toch vooral, hè, er is echt een groot verschil tussen journalistieke tarieven, ja. en dat is eigenlijk dat werk, of commerciële tarieven. Ja. Dus als je voor een bedrijf op een podium dagvoorzitter bent, of een webinar presenteert voor een bedrijf, ja, ja. dan liggen de tarieven echt heel anders. Ja. Uh, dus ja, dus nou, daarvoor ja. moet je het niet doen? Nee, daarvoor moet je het niet doen. Tenminste, niet uh, televisiewerk. Nee, maar dat televisiewerk. En ik bedoel, als je een Eva Jinek wordt of zo... Ja, oké. Okay. Uh, dan kan je wel, uh, of vroeger Matthijs van Nieuwkerk, ja, dan kun je wel bedragen vragen. Nou ja, alhoewel, volgens mij Eva ook weer, nou zit zij, zit zij ik kijk geen televisie meer, ze zit niet meer bij de publieke toch? Ze zit bij nee. RTL hè? Ja. Want ik weet nog wel, dat als je bij de publieke zit, dan is het ook nog eens een keer lastig om daar commercieel werk omheen te doen, volgens mij, als je op dat niveau opereert. Ik weet niet of dat ja. anders is als je bij RTL zit, maar uh, RTL Z doe jij dus met name ook, een wat je het leuk vindt waarschijnlijk. Ja. Uh, en twee, omdat het een spin-off heeft op je andere uh, commerciële activiteiten. Zeker, het heeft ook een spin-off, maar ik, ik, ik doe het ook, hè, omdat ik het heel erg leuk vind om uh, goede programma's te maken. En je doet het met een team. Dus je bent dan niet altijd de enige die ja. nadenkt over de inhoud. Of hoe zou je dit gesprek kunnen aanpakken? Of uh, welke vraag laten we nog liggen? Uh, wat willen mensen echt weten? Je, daar spar je ook over. Mm. En dat vind ik toch wel het allerleukste. Ja, want dagvoorzitter ja. is best solistisch. Vind ik relatief solistisch, ook omdat ja. je vaak uh, met partijen werkt die veel minder ervaring hebben met het organiseren van gesprekken op een podium ja. dan dat jij dat als dagvoorzitter hebt. Ja. Dus die hebben vaak ook een heel ander inzicht. In hoe moet zo'n gesprek verlopen of een hele andere mm. verwachting. Mm. Hè, die hebben soms echt wel uh, niet al te realistische uh, eisen of wensen. Goed, daar kan jij dan weer een rol in spelen. Dat mm. is leuk, maar het is ook weer, soms voel je daar ook wel een beetje ongemakkelijk. Dat je dan ja. weer moet zeggen van ja, maar zo dat is niet zo niet, heel erg nee. handig. Of, ja. Je kan het beter zo doen. Ja. 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 Terima <small> kasih telah menonton!